Louis, wat is de opstelling van Oranje? Dezelfde als tegen Spanje. Dus never change a winning team, never change a winning system? Nee, wij denken dat tegen Australië de beste strategie is. Want je hebt van tevoren gezegd, bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Wales, ik ga het uitproberen met 4-3-3. Dat zou eigenlijk een voorbode van de wedstrijd tegen Australië moeten zijn? Wales wel, ja. Maar ik heb geprobeerd te kijken of 4-4-2 ook kan. Nou, dat vond ik niet zo'n geslaagde vertoning, eerlijk gezegd. En de Australiërs die spelen ook met backs die veel opkomen. Dus dat is in principe in ons voordeel als we dit systeem spelen. En daarnaast is natuurlijk ook een flow in het elftal gekomen. En dat moet je natuurlijk niet verbreken. Je hebt gezegd tegen ze, die 5-1 tegen Spanje betekent niks als jullie vandaag niet presteren? Nou, dat komt er wel op neer. Ja, komt er wel op neer, maar ja. Kijk, de kunst is, wij hebben ons 5 weken gefocust op Spanje. En nu moeten we het in 3 dagen doen naar Australië toe. Dat zijn deze spelers gewend, dus dat is niets nieuws. Maar goed, na zo'n geweldige prestatie is het natuurlijk wel moeilijk om weer op het juiste moment te pieken. Je hebt 1 keer om 1 uur gespeeld in Genk tegen Japan. Nu ook weer om 1 uur. Zijn het gewend een beetje? Nou, tegen Japan hebben we veel gewisseld, hè? Ja, maar het gaat me meer om de tijdstip van 1 uur, hè? Daar wordt wel eens over geklaagd. Ja, maar goed, in Nederland zijn de spelers eraan gewend geraakt. Dus we hebben een medische staf die daar ervaring in hebben. We hebben vanmorgen al zeg maar een opstarttraining gemaakt in het hotel. Wat is dat? Zodat het lichaam wakker geschud wordt, want als wij dat niet doen, dan is het lichaam niet wakker en dan staan we al 1-0 achter. Wat is een opstarttraining, Louis? Nou, dat je je lichaam wakker schudt en dat alle organen alweer bezig zijn. En dat moet eigenlijk 4 uur voor de wedstrijd, dus dat hebben we gedaan. Je bent een beetje laat aangekomen hier? Nee hoor, allemaal. Oké, want iedereen riep van, ze zijn een beetje laat. Dus verder, voor jullie alles in orde? Ik hou eigenlijk van 1 uur en een kwartier, dat het allemaal wat sneller gaat. Nu heb je heel veel zeg maar wachtpauzes. Dat is nooit zo goed, vind ik. Heel veel succes. Dankjewel.